Door de inzet van leerlingen van het Insula College aan de Koningsstraat is woensdag 8.500 euro opgehaald voor de school in Gambia. We hebben nu gekozen, toevallig voor Gambia, omdat ik en een aantal mensen daar naartoe geweest zijn. En het is een derde wereldland. Het is staat op de daklijst. En dat betekent dat het een van de armste landen ter wereld is. Er was een markt, een rodeo-stier en je kon voetballen tegen een professionele straatvoetballer. Ik heb zelf heel veel affiniteit met Afrika. Ik heb 3 jaar geleden heb ik een tour gedaan in Afrika, verschillende landen. En ik hoorde dat er hier een goede doeleninzameling is voor Gambia. De school Insula College sponsort ook daar een school. Ja, en dat vond ik een mooi initiatief om daar mee te doen. Wat voor indruk heeft het op jou gemaakt? Nou, aan de ene kant vond ik het heel mooi dat die kinderen eigenlijk met niks heel enthousiast zijn en blij zijn. Dan kan je niet voorstellen dat je denkt van hoe kan dat eigenlijk? Maar ze zijn niks anders gewend. Er zijn geen dure auto's, noem maar op. Misschien zou het zelfs zo zijn dat die jongens, als ze hier zouden zijn, doodongelukkig zouden zijn. Dat zou kunnen. En wat ik heel erg vond is, toen we gingen voetballen, daar kwamen alles vroeger voor, tot schoenen, tot shirtjes, gevechten om drinken. En als je dat ziet en je denkt van ja, zo zonde, in deze tijd nog in 2014, dat je zulke dingen nog moet zien en meemaken. Ja, als je elk centje dat je kan bijdragen, ja, probeer je toch te helpen. Er waren ook leerlingen die zelf naar Gambia zijn geweest. Het is wel heftig om te zien. Wij gaan hier gewoon naar school. En ja, voor ons is het gewoon. En dan, wij vinden het ook nog wel eens saai om naar school te gaan. Dus altijd heel dat stuk fietsen en dan voor een hele dag bijna niks doen, zeg maar. En dan daar zie je dat die kinderen echt blij zijn met heel weinig. En dat ze wat ze hebben, delen ze ook nog. En ja, dat ze dat het voor hun verlopen is, hebben we ook wel gemerkt. We zijn daar veel marktjes bezocht, zijn ook op scholen geweest. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk hetzelfde te leven als de bevolking, zeg maar. Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt? De normaalheid wat daar heerst, is bij ons vooral de verschillen, zeg maar. Dus dat we hier is een kind nog niet eens blij als hij maar 1 spekje krijgt. En daar delen 3 kleine kinderen 1 spekje, zeg maar. En daar zijn ze dan heel blij mee. Dat vond ik wel mooi. Wat we geleerd hebben is een stuk respect. Dat ze daar wel hebben en dat wij minder hebben hier. En het leven hoe het daar is, dat je leert gewoon hoe je beter met je eigen leven om kan gaan. Volgend jaar gaan er weer leerlingen naar Gambia en wordt er weer een actie gehouden om geld in te zamelen.